Marco, gefeliciteerd. Dankjewel. Onze tv-kok, Marco Poldervaart, heeft maandag in Tilburg de landelijke finale om de Bocuse d'Or gewonnen. Deze prestigieuze prijs geeft de eigenaar van restaurant De Gastronoom in Harlingen het recht om mee te doen aan de Europese kampioenschappen volgend jaar in Genève. Wat is de Bocuse d'Or eigenlijk? De Bocuse d'Or, Paul Bocuse, is een gerenommeerde chef. Tenminste, voor onze vakbroeders natuurlijk, een bekende man. Hij is nu 87 en volgens mij zo'n 30 jaar geleden is er een wedstrijd uitgeschreven. En die wedstrijd heet de Bocuse d'Or. En die is op een gegeven moment zo groot geworden, die wedstrijd, dat het wereldwijd geworden is. En er is nu een voorronde heeft plaatsgevonden, een Nederlandse voorronde. Dus alle koks in Nederland konden zich inschrijven, aanmelden voor die wedstrijd. En dan kan er maar eentje winnen. En die gaat verder naar de Europese voorronde en vervolgens naar de eindfinale in Lyon in 2011. Wat heb je moeten doen? Wat heb je gekookt? Wat heb je gebraden, gebakken? Vertel. De opdracht was om een gerecht te maken voor 6 personen. Op basis van zalm, oester en scheermes. En een gerecht gemaakt van kalfsvlees. En dan de Antreco gebruiken. We noemen het de dunne lende. De zweesrik en kalfswang. Nou, daar hebben we een creatie van gemaakt. Met bijpassende garnituren. Wat maakte jouw prijswinnende bijdrage speciaal? Dat zegt de jury nooit. Ze vertellen wel dat ze de kooktechnieken en het gebruik maken van bepaalde vormen en kleuren heel bijzonder vonden. En vernieuwend, vooral vernieuwend is voor een jury, vakjury, heel belangrijk. Dat je dus met iets komt wat er nooit eerder vertoond is. En dat de jury denkt van, hé, hoe maakt een vakman, in dit geval, hè, hoe maakt hij zo'n gerecht klaar? Hoe komt het tot stand? Wat maakt die koks, die topkoks, zo ambitieus? Het is je vak. Als je gek bent van je vak, als het je hobby is, dat je kunt uitoefenen, dat het je hobby is, dat mensen bij je komen eten, dat is toch al bijzonder. Ja, er zijn wel eens mensen die tegen mij zeggen, goh, met kerst moet jij altijd werken, in het weekend moet je altijd werken. Maar het is toch fijn dat mensen naar je toe komen naar een restaurant om bij jou te eten. Ja, je hebt zoveel op stapel staan. Slaap je s'nachts nog wel eens een keer? Jawel, ik slaap. Ik maak genoeg uurtjes. En ik doe het niet alleen. Hè. Ik heb natuurlijk niet een hele batterij. Ik heb genoeg mensen die mij helpen. Ik heb 3, 4 koks bij me. Die net zo gek zijn als mij om deze zaak, om deze keuken te leiden. Ja. Maar je hebt de gastronoom, Fris en Dis. Je bent met een hotel bezig. Ja, we doen inderdaad heel veel dingen. Kijk, de gastronoom heb ik natuurlijk al heel lang. En de zaak heb ik overgenomen van mijn ouders. En het is nog steeds een fantastische zaak op een hele goede plek. Fris en Dis zijn we onlangs in juni gestart. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Het concept staat nog niet helemaal. Daar moeten we nog heel veel voor doen. Maar dat gaat ook gebeuren. En tussentijds ben ik natuurlijk nog bezig met ontwikkelingen rondom het havenmansje. Rondom het havenplein. Ja, want de poort komt terug. Er komt een gebouw terug. En daar ga jij allemaal hotel van maken? Als het allemaal terugkomt, dat is natuurlijk maar de vraag. Er is door een stedenbouwkundig architect is een plan gemaakt rondom de infrastructuur, rondom het havenmansje. Omdat ze van mening zijn, als ze dat aanpakken, dat het alleen maar voor de stad beter is om daar meer reuring te krijgen rondom het gebied. En daar geloof ik in. Maar wanneer moet dat hotel van jou er staan? Dat staat er al. Alleen heb je het klaar? De deuren zijn nog gesloten. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Dat hangt nog van zoveel factoren af. Als het aan mij ligt over 6 maanden, maar misschien doet het nog wel 16 maanden. Maar ondertussen ga je ook nog door als tv-kok, hoop ik, hè? Door als tv-kok. En de voorbereiding voor Genève, om de Europese finale. En dan hopelijk tenslotte Lyon te halen. Waar nog 20 landen overblijven voor de wereldfinale.